serie Sporen van Ajax gaat schrijver Menno Pot op zoek naar plaatsen in Amsterdam waar Ajax historie heeft geschreven. Toen Ajax in 2012 landskampioen werd, de laatste keer, de vorige keer, werd de ploeg gehuldigd bij de Amsterdam Arena op het zeg maar dat braakliggende terrein wat ineens de naam Arena Park bleek te hebben. Die naam had ik nog nooit van gehoord, maar daar vond dat plaats. Het was een mooi feest, heel dicht ook bij de plek waar Ajax zijn wedstrijden speelt, maar toch wordt dat door de meeste supporters als een soort verbanning ervaren. Een feest op een plek waar het niet hoort te zijn. En waar hoort het dan wel te zijn? Hier, op het Leidseplein. Daar, op het bordes van de stad Schouwburg, daar vinden we dat Ajax hoort te staan. En hier op het plein horen wij dan te staan om ze toe te juichen en die cup of schaal te bekijken. Er staat al op deze plek vanaf 1774 een theater, maar dat was aanvankelijk een theater van hout. Dat is later vervangen door een theater van steen. Dat was helemaal brandveilig volgens de eisen van die tijd. Maar juist dat theater brandde tot de grond toe af in 1890. De stad Schouwburg die er nu staat, dit gebouw, staat er sinds 1892, 1894. Toen was de bouw. Dus toen Ajax werd opgericht, stond het er gewoon al zoals het nu is. Alle huldigingen van Ajax hebben op dit bordes plaatsgevonden. Maar het is wel grappig dat ik eigenlijk nog van heel veel huldigingen precies weet waar ik stond. 1994 en ook de UEFA Cup in 92, bijna helemaal vooraan. Ik zie in 1992 Stefan Pettersson nog staan met zijn arm in een Mitella. Die had in de slotfase van die wedstrijd zijn arm uit de kom geforceerd. 2004 stond ik veel verder naar achteren, kon ik niet dichterbij komen. Dat waren allemaal huldigingen die eigenlijk heel feestelijk verliepen. Heel vredig ook en enorm uitgelaten, leuk. Maar ze waren er helaas ook die helemaal misgingen. Na de winst van de Europa Cup 2 in 1987 ging het helemaal fout. Ajax is ook al eens eerder min of meer door de burgemeester verbannen geweest van het Leidseplein. In 1998 moesten we het vieren op de braakliggende grond van de Meer dat net was afgebroken. We hebben er ook eentje gehad op P2 bij de Arena, een groot parkeerterrein. Daarna mochten we het eigenlijk opnieuw proberen hier. Dat ging in 2004 heel goed. Groot feest, maar toen het in 2006 totaal uit de hand liep, dat werd een hele vervelende veldslag. Toen zei de burgemeester, nu is het klaar, nu is het afgelopen. Even leek het toen op dat Ajax ook nooit meer mocht huldigen in de binnenstad. Maar die kans kregen we toch opnieuw op het Museumplein. Dat was die geweldige, onvergetelijke dag in 2011 dat Ajax na 7 jaar eindelijk weer eens kampioen werd. Dat weten we allemaal, denk ik, nog heel goed. Maar dat was helaas ook weer zo'n voorbeeld waar het totaal uit de hand liep. Tonnen schade aan musea, vechtpartijen vooraan. Heel erg naar. En nu lijkt het er eigenlijk op dat die huldigingen van Ajax misschien wel helemaal nooit meer in de binnenstad van Amsterdam mogen plaatsvinden. Ook dat plein, het Museumplein, iets verderop, is natuurlijk een plein met een huldigingshistorie van Ajax. Ajax werd daar bijvoorbeeld gehuldigd toen het de Champions League won in 1995. En datzelfde jaar, toen het koud was, ook toen de Wereldbeker was gewonnen in Tokio. Daar paste toen 250.000 mensen op. Het was enorm ruim en de meute is daar wat beter te controleren dan hier op het Leidseplein. Het ziet er dus naar uit dat het misschien wel nooit meer mag, een Ajax-huldiging in de binnenstad van Amsterdam. Hier of daar. Het mag allebei niet meer. En dan vraag je je af, ja, hoe erg wordt daar eigenlijk een traditie mee doorkruist? Niet zo heel erg misschien eigenlijk, want het zijn geen huldigingstradities met hele lange historische wortels. Hier op het Leidseplein stond Ajax voor het eerst met een grote Europa Cup 1 in de handen op 3 juni 1971, toen die op Wembley was gewonnen. Dat was de eerste keer. Die traditie van huldigingen op het Leidseplein heeft tot 2006 geduurd. Dat is 35 jaar. Maar in die tussentijd zijn lang niet alle prijzen met een huldiging gevierd. Dat was gewoon niet altijd vaste prik. Op het Museumplein zijn sowieso maar 3 huldigingen geweest. Nou ja, zo kunnen we het misschien een klein beetje in perspectief plaatsen. Het kost niet heel veel moeite om op een andere plek een huldigingstraditie met even lange historische wortels te creëren.